Kom even met me mee. Even dichterbij. Hey, dichterbij. Kom, moet ik het zelf doen hier? Water. De kerstpinguïns die vertellen ons het echte kerstverhaal, waar het echt om draait, de geboorte van de Zoon van God. Maar om de mensen die dan toch, die het toch moeilijk hebben op deze aarde, om die dan toch een hart onder de riem te steken, gaan wij met kerst heel veel eten. En zuipen natuurlijk. Ja, ik niet hoor, maar mijn kinderen en iedereen om me heen, die drinken echt onwijs veel. Ik snap ook niet waarom. Doen ze eigenlijk het hele jaar door, daar hebben ze geen kerst voor nodig. Maar met kerst zetten ze even een tandje bij, gaan ze een tandje halen. Jongens, zo kan het dus ook, als jij gewoon wat beter je best doet. De ware kerstgedachte. Kijk eens. Hallo, kerstman. Dat was een dikke knuffel. Oh ja. Dat is een kerstknuffel. Ja, zeker. Een kerstknuffel. Moet kunnen, man. Hoe is jouw naam? Vincent en? Koen. Ja, dag jongeman. Geef de kerstman eens een hand, Koen. Oh ja, ja. Ja, ik ben één keer voor ons willen bellen, want dat vind ik... Oh ja. Dag. Hele fijne hallo kerstman. Jij wel eens in Angela's mergelgrot geweest? Daar wil je niet doodgevonden worden. Het is leeg en verlaten. Een doodhol noemen ze het ook wel in Duitsland. Ik ga er wel in bellen. Dank je wel. Hier wat eten. Aanzetten. Ja? En dan klimt hij de hele dag lekker op en neer. Yes. Opgeleid, hè? Even kijken. Klimme kerstman, klimme. Vincent, waar ga je heen? Ja, naar buiten, zo snel mogelijk. Curryworst. Als je in Limburg bent, dan moet je natuurlijk sauervlees essen. En een schnitzel. Met kerst smaakt sauervlees bears. De tombola. De kersttombola. Die maakt weer los. Volgens mij heb ik dezelfde gepakt. Nou, spannend. Waar gaan we heen? Ze zetten nog wat. Huh? Oké. Okay. Waar gaan we heen? Even kijken. Waar gaan we heen? Spannend, jongens. Wat gaat het worden? Het gaat hier heel transparant. Je zal altijd zien, het is altijd de laatste. De wet van Murphy. Waar gaan we heen? Utrecht. Nou, we gaan naar de provincie Utrecht. Ongelooflijk. Nou, de geselecteerde steden van Utrecht zitten in de koker. En wat wordt het? Wat wordt het? Het wordt Utrecht. Ongelooflijk. Het is niet te geloven. Ik zal naar Utrecht aankomen. Mijn moeders geboortestad. Jouw geboortestad? Mijn moeders geboortestad. Oh, nou dan moet zij lekker. En om toch dan even wat te melden over Valkenburg, is dat de mensen zich niet moeten aanstellen en gewoon lekker kerst moeten vieren. Ik bedoel, waar ga je heen? Blijf gewoon godverdomme. We lopen nu de... Waar lopen we? Kasteelruïne. De kasteelruïne. Van Valkenburg. Daar gaan we. Ja. Kasteelruïne in beeld? Ja. Zag goed in beeld? Zeker. Heb je echt een kerstexperience gehad als je geen curryworst hebt gehaald? Door al die commerciële onzin heen, door al dat kerstgeweld, denk ik toch een beetje altijd terug aan het kerstverhaal. Hè? Ik zie het. Geboren voor een zoon van God. Kindje Jezus. Ook wel gehaald. Want God, u kent het verhaal misschien wel. U schiep de hemel, de aarde. Wat loopt u weg, gek? De bergen, de rivieren, de planten en de dieren. En ons. Naar zijn evenbeeld. En God is liefde. En als ik daaraan denk, die herinnering, wordt er in mijn hart iets geboren. Waardoor het zich opent voor die liefde. En als ik die herinnering vast kan houden. En elke dag een beetje door kan geven. Ja. Dat kan elke dag een beetje kerst zijn. Een hele fijne hallo allemaal. Nee? Weet je? Dat is heel erg voor aan een dooi.
We staan hier bij een historische wasplaats. Vredesvlam van Valkenburg. Een monument van vrede om even bij stil te staan en na te denken over de vrede. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat in alle talen te doen. Want vrede is niet alleen voor de nette, witte, blanke mensen. Maar voor alle mensen. Ook de bruine mensen, de beige mensen, de gele mensen. Rooie. De zwarte mensen en de rode mensen. Daar gaan we. Een monument des Friedens. Om kurz zu verweilen en nacht zu denken über Frieden. Über Frieden! Un monument de poids. Un monument de réflexion sur de la le plat. Un momento. Wil je de camera God voor cholera op mij richten? Un momento de paz para pensar un rato a la paz. Ik kom binnen. Jong kang on jong jong jong. Tikan jong tikan 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 jong jong jong. Jong kang kang. Tikwa kwa cho. Tikwa. In de stand bij over vla. Een bier stil de tuin kantoren na te denken over vla. De vredesvlam. Oh, jullie zijn er al. Ik zou even inzoomen. Zie je daar in de verte? Is die? Daar. Daar ligt hij in de voederbak. Kinderke Jezus. Daar. Ik ben helemaal van onthutst. Het kinderke Jezus. Willen jullie doneren voor de verschrikkelijke overstroming van de kerstmarkt in Valkenburg in 94567 onder vermelding van watersnood Europa. Ten name van de parochia en Barbara. Ja. Ik ben er wel klaar mee hoor. Ja. Hier, vakantie Vincent was hier. Dat ze maar nooit mogen vergeten. Diep gegroeven in de mergel van Valkenburg. Ja, jullie kunnen hier... Kusjes geven. Jullie kunnen hier, als jullie €25 overmaken naar mij... mogen jullie hier naartoe rijden en mogen jullie hier mee op de foto. En als je meer wil storten, is het ook goed, weet je. Ik bedoel, voor mij het allemaal schelen. Kom, ja, hier. Nog één, hoppakee. Gewoon zwaaien, dan zwaaien ze vanzelf. Kom. Dit moet je echt even zien, hier. Kijk dan. Zie je op die flanken daar? Heb je paddenstoelen gegeten? Wat? Heb je paddo's op? Was waar ze kreeg. Hier. Ja, ik zie een mergelgods... De flanken, hè? Ja. Pak hem op de flank. Fantastisch. En dan moet je net doen alsof je staat te feesten. Echt helemaal los staat te gaan. Yeah! Valkenburg, de gekste! Woe! Waar zijn we ook alweer geweest? Valkenburg aan de Gul. Het echte Limburg. Het echte Limburg dat zit in je hart. In je ziel. Diep van binnen. Dat is wat Limburg is. Een dikke fly in je anus. We zijn toegekomen aan de puntenbeoordeling van Valkenburg aan de Gul. Ben je er klaar voor? Nou, en of dat ik er klaar voor ben, jongen. Waardigheid van dingen te bezien. Ja, ik zou het toch noteren op een dikke 4. En dan. Oké. Van de 5. Stel. Dat is niet verkeerd, hè? Dat is niet mis. Dat is niet mis. Geschiedenis. Nou. Hey. Ik heb zomaar het donkerbruine vermoeden dat er een berg met geschiedenis hangt, hoor, daar in Valkenburg. Aantal dus, sterren? Sterren? Van de 5 sterren, geschiedenis. Nou, ik zou gewoon zeggen, dikke prima. Geschiedenis, dikke prima. Wat was die andere ook alweer? Joie de vivre. Ietsje te veel joie. Ja, er was zoveel joie de vivre. Mensen hadden echt zoiets van, kom, we gaan die terroristen pakken en we sluiten ze op en we gooien ze met z'n allen in de kerken. En we laten echt wel zien dat wij er wel zijn met kerst. Daar waar anderen niet durven, want ik denk zomaar dat er 500.000 mensen zijn thuisgebleven. Denk ik dat de joie de vivre over de top was. Ja. Hij was over de top. Dus ja, ik zou zeggen 7,5.
Dikke min. 7,5 ster. Nee. Een cijfer 7,5. 7,5. Ik hou wel van een beetje zwaar. Lekker wijf. Gezien. Ja, die heb ik gezien. Als jij denkt bij jezelf, goh, ik ga naar Valkenburg, zijn er lekkere wijven? Ja, er zijn lekkere wijven. Ja. Ja, dus er zijn lekkere wijven. Algemene indruk natuurlijk. Nou, algemene indruk. Ik ben onder de algemene indruk. Van Valkenburg. Ik had niet onwijs veel verwacht, omdat ik was er al een keer geweest. En toen dacht ik bij mezelf van ja, oké. Maar nu ik er dan ben geweest, denk ik van, nou ja, oké. Dus de algemeen... Interessant. God, boeiend verhaal dit. Resumé? Oh, nee, ik ben nog niet klaar. Dus ja, qua algemene indruk denk ik wel dat we zeker wel een dikke score hebben behaald. En hoe ziet die score eruit? Specifiek? Oh my god. Ja. Ja, hoe die score eruit ziet. Ja. Ja, maar... Goed. Waar kunnen we Valkenburg plaatsen in het rijtje met de andere steden die... Ik ben niet klaar, man. Oh, het man, ik ben er maar door, hè. Het is de algemene indruk. Ik dacht dat we het al hadden afgerond. Zijn we nu wel klaar met de algemene indruk? Nee, de algemene indruk van Valkenburg, ja. Zoals ik al zei, ik ben zeer onder de indruk van Valkenburg. Ik zou de algemene indruk willen waarderen op €750. Om en erbij. Kijk zo. Ja. In het rijtje van al die steden die we nu hebben aangedaan. Ja, waar staat die dan? Jeetje, denk ik dat Valkenburg toch wel zeker met een dikke stip. Ja, noem eens wat, zeg het maar. Nummer twee. Ik denk, nou, twee seconden ging nog langer. Dit is wel heel bijzonder, moeten jullie eens heel even kijken. Even goed kijken, jongens. Ho, ho, ho!